kleine update. Alle Sinterklaas-video's die ik heb gemaakt staan van nu even op private. Want ik ben geraakt met twee pending removals. En die pending removals betekenen dat ik binnen 7 dagen actie moet ondernemen. Als ik dat niet doe, dan heb ik 2 copyright strikes op mijn channel. De 2 video's die geraakt zijn, zijn alle Piet en Neuke. En de Club van Sinterklaas en het kwaadaardig Swirl Complot. De nieuwste video. Mijn opties zijn dus om contact op te nemen met de copyrightbehouders. Of om gewoon de video's helemaal te verwijderen van YouTube zelf. Dan krijg je geen copyright strikes. Maar ja, dat wil ik natuurlijk niet. Voor nu ga ik gewoon werken aan de nieuwe kerstvideo. En ik hoop dat die met nieuwjaar klaar is. Maar voor Sinterklaas, ik weet even niet wat de toekomst daarmee zal inhouden. Tegenwoordig is het dus dat de Club van Sinterklaas eigenlijk echt een eigen channel heeft op YouTube. Waarop je het kan kijken. En ja, je kan het gewoon gratis kijken. Maar ja, dat telt alsnog als auteursrecht. Dus ja, ik hoop dat de copyrighthouders nogal redelijk zullen zijn met mij. Maar ik ben maar een hele kleine channel en ze zullen mij misschien niet heel serieus nemen. Voor nu zet ik gewoon de originele projecten in de video description van deze update video. En dan kun je ze via daar downloaden. Ik hoop echt dat het goed komt, want ik ben echt trots op die Sinterklaas video's. Ik wil ze niet weg hebben en ik wil dat mensen ze kunnen zien. Hier zijn ze snel ook weg hebben in zo'n weer. Zo je die verhaal kunnen. Hier is besloten. En heb je snap genoeg. Dus dat ga je.